Vandaag zijn we in Kuik en vandaag zijn we bij een heel bijzonder iemand, namelijk een nieuwe schrijfster in Kuik. Stel jezelf even voor, alsjeblieft. Ik ben Faride Abdi. Ik kom uit Iran. En ik woon bijna 17 jaar in Kuik. In 2000 kwam ik naar Nederland en heb ik een asiel aangevraagd. Ja, want je hebt asiel aangevraagd, want je bent een vluchteling, ja. Zoals we dat noemen. Tenminste, zo ben je in Nederland gekomen. Ja, klopt. Inmiddels ben je geen vluchteling meer, maar ben je... Nederlanders. Nederlander, ja. Precies. Ja. Ja. En, je hebt een boek geschreven. Klopt. Kijk, we hebben het hier. Maan en Kooi. Ja. Nou... Kan je er iets over vertellen, alsjeblieft? Ik kwam naar Nederland als een vluchteling. En in begin ik zit in het asielzoekerscentrum voor 2 jaar. En dan mijn asielprocedure was gewoon afgesloten. En dan begon mijn illegale leven voor 6 jaar. En, maar in die 6 jaar had ik nog 2 keer asiel aangevraagd. Ja. Maar allebei werden gewoon afgewezen. En tot komt de regel van generaal pardon. En onder de wet van generaal pardon heb ik verblijfsvergunning gekregen. Ja, maar, en hoe lang was je toen al in Nederland? 8,5 jaar. 8,5 jaar. Ja. 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 En gedurende 6 jaar als een illegaal en een alleenstaande vrouw. En alle die tijd, ik heb geen hulp van overheid gekregen, geen ziektekostenverzekering of iets financiële. En ook geen plaats om te wonen, want na 2 jaar ik moest gewoon als het zoekerscentrum verlaten. En ik heb heel moeilijke tijden gehad. Ja. En daarom soms ik spreek met vrienden, kennissen. En dan ik vertel een stukje van mijn herinnering. En ze zegt dan altijd dat jij moet schrijven, jij moet schrijven. En ook, dat was de eerste reden en de tweede, want iedereen heeft eigen idee of eigen beeld van een vluchteling. En in die boek, ik wil de echte realiteit van de leven van een asiel vertellen. En laten Nederlanders kennis maken en ook delen mijn herinnering tot mijn verblijfsvergunning op nationaliteit met Nederlanders. Ja. Ja, want het is inderdaad niet zomaar iets, hè? 8,5 jaar alleen, alleen als vrouw zo te moeten leven, dat is wel echt heel heftig natuurlijk. Ja. Ja, dat hakt erin. Want je bent alleen hier in Nederland aangekomen. Zonder vrienden en familie. Zo. Ja. Ja, ja. Ja. Je hebt het prachtig beschreven in het boek. Heel duidelijk. Ja. En je hebt er ook een stuk geschiedenis bij ingezet. Klopt, ja. Waarom heb je dit erbij gezet? De geschiedenis van Iran? En... dat was ook stukjes van mijn herinnering. Ja. En wat gebeurt allemaal en hoe land wordt veranderd. En dat ik wilde ook mensen weten. Want ja. Ik weet dat vroeger de tijd van de Shah van Perzië, onze koning, zij hadden een heel goede vriendschap met de Nederlandse koninklijke familie. En daarom, ik weet dat vooral de ouderen in Nederland, zij zijn echt nieuwsgierig om te weten
of er zijn vrouw Paratipa of Sja en wat gebeurt allemaal. Ja, dat was ook reden. Ja, nou ja, persoonlijk vind ik het ook inderdaad wel interessant om te weten van hoe zit het in elkaar of zo. Hè? Ja, want als je er nooit echt in verdiept hebt, dan weet je natuurlijk niet hoe zoiets tot stand is gekomen. Ja. Je woont nu een heel aantal jaren legaal gewoon in Nederland. Je bent Nederlandse geworden. Maar hoe is het dan om zo terug te kijken naar die tijd die je hebt gehad? Je hebt het gedeeltelijk kunnen verwerken in je boek. Ja. Was dat moeilijk om dat zo allemaal weer terug te pakken en op te schrijven? Heel moeilijk. Heel moeilijk. Soms, toen begon ik schrijven. En dan komt die herinnering en ik wilde gewoon vertellen en opschrijven. Soms echt, ik word heel emotioneel en ik moest stoppen. En dan misschien volgende dag begon ik weer om te schrijven. Het was echt moeilijk en ik heb ook heel veel moeilijke tijden gehad. En daarom, die herinnering was ook moeilijk voor mij. Maar toch, ik dacht, ik moet schrijven en de mensen zij kunnen weten. Ja. Helpt het een stukje met verwerken van wat er allemaal gebeurd is? Door het op te schrijven? Of zit het zo diep dat je het toch nooit meer kwijtraakt? Nee, want natuurlijk, ik ga nooit vergeten. Nee. En die blijft gewoon. Maar als ik vertel en dan met het schrijven en mensen ze weten hoe is het leven van een als je zoekt. Ja. En dit is niet makkelijk leven om van eigen land te vluchten en naar een vreemde land, vreemde andere taal, andere cultuur beginnen. En ook 6 jaar illegaal leven, ik wilde gewoon delen. Ja. Ja, nou dat is zeker gelukt. De titel vroeg ik me af, Maan en Kooi, hoe is die bedoeld? Ja, dat is meer, ik kan zeggen, Persische literatuur, want maan in Persische literatuur is de symbool van waarheid, van schoonheid, van vrijheid. En ook de licht van maan symboleert de overwinning op de duisternis. Ja, de overwinning op de duisternis. Ja, dat klinkt mooi. Ja, en een kooi is, vogelkooi is gewoon geïsoleerde leven. Ja. Geïsoleerde leven van een asielzoeker, vooral een illegale asielzoeker. Ja, dus die kooi, dat slaat echt hier op de tijd in Nederland, niet op de tijd in Iran. Nee. Hier, ik vergelijk mijn tijd als een illegale asielzoeker in dat kooi, dat ik had nergens recht en de weg wat had ik van mijn land begonnen om te vrijheid zoeken. En een veilig plaats en democratie, land vinden. En die weg was echt donker voor mij. Ik wist niet wat gaat gebeuren. Ja. En, maar man als hoop, als de licht. Ja. En dat bestaat altijd. Ja. En jouw weg
laten openmaken en gaan voor en voor. Ja. Ja. Ja, mooi, mooi. Ja. Voel je je nu wel welkom en thuis hier in Nederland? Ja. Gelukkig. Ja, ja, dat ja. Zeker. Ja. Ja. Je boek, het is gewoon te koop, hè? Ja. In ieder geval één kuik. Ja. Hoe kunnen mensen het verder nog? Je krijgt binnenkort een ISBN noemen. ISBN-nummer. Ja. En dan die kan gewoon via internet kopen. En of bij de boekhandels. En ja, ik hoop, want tot nu heb ik heel veel goede reactie gehad van de lezers. Ze vinden heel leesbaar en goed. En ik moet hier ook vertellen dat ik heb zelf in begin gewoon in Nederlands schrijven. Yeah. En dan heb ik hulp gevraagd van Socium, Zien, van Kijk. En dan daar zei het in de een meneer voorsteld, meneer Marcel Platvoet. Yeah. Dat hij zit bij de groep. Zij helpen de ouderen met het schrijven, hun verhaal. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, en hij heeft mij heel veel geholpen. Nou, dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. En, nou, mensen, als jullie meer willen weten over Frida en haar prachtige boek wat ze geschreven heeft, nou, ga even naar de boekhandel en je ziet het prachtige levenswerk van jou. Dankjewel voor je tijd. Graag gedaan. Dankjewel. Bedankt van jullie voor het komen.